Alhoewel de Universiteit van Suriname is vernoemd naar Anton de Kom, hebben we als samenleving veel werk te verzetten om de nalatenschap van hem verder vorm te geven. Dit haalde bestuurskundige, tevens politicoloog Hans Breeveld aan in een interview met onze nieuwsdienst in verband met de 125e geboortedag van Anton de Kom. Anton de Kom is een Surinaamse anticoloniale schrijver en nationalist geweest. Hij werd op 22 februari 1898 geboren in Paramaribo en overleed in 1945 in een concentratiekamp in Duitsland. De politicologen zeggen dat Anton de Kom zich voornamelijk sterk heeft gemaakt om het bewustzijn van Surinamers te vergroten en het nationalistisch gevoel aan te wakkeren. En hun geschiedenis wilde geven zoals dat ook beleefd is en geweest is voor degenen die in Suriname wonen, de slaven, de immigranten, etc. En voor hun heeft zijn legacy is dat hij vooral hen bewust gemaakt heeft over hun situatie en probeerde ook de liefde voor Suriname te vergroten. Hij dacht van, als je je geschiedenis niet kent, dan zal je een vreemdeling blijven in het eigen land en nooit van het land omarmen. En ik denk dat dat het belangrijke is van Anton de Kom. Anton de Kom heeft geprobeerd het nationalistisch gevoel aan te wakkeren. Als u kijkt naar de situatie nu in Suriname, denkt u dat we kunnen praten over een nationalistisch gevoel, gezamenlijk? Nee, helaas. Omdat men toch nog altijd het nationalisme in een verdachte hoek heeft geplaatst. Lang. En het zal er weer uit moeten komen. Enkele groepen alleen zagen het belang in van te praten over nationalisme. En ik denk dat dit nationalisme wijder verbreid moet worden. Want je kan wel schrijven, maar als het niet gepropageerd wordt, niet gelezen wordt, dan zal het onderontwikkeld blijven. Dus ik denk dat er nog erg veel werk is. Wat dit betreft zijn de Hollanders, de Nederlanders ons voor. Omdat ze Anton de Kom als een van de weinige niet in Nederland geboren personen op hun kanon, in hun kanon hebben opgenomen. En dat zijn de belangrijke gedachten, ideeën en personen die het Nederlands gebeuren of het Nederlandse geschiedenis hebben bepaald. Breeveld zegt dat de lofsuitingen naar de nationalist niet altijd zijn geweest als nu. Onder het volk heeft Anton de Kom grote betekenis gehad toen hij terugkwam naar Suriname in de jaren 30. Maar er is een tijd geweest waarin hij veel problemen heeft gekend en zelfs het land is uitgezet. Maar gelukkig, vandaag de dag, herinnert men zich als een man die over zijn graf heen nog werkt aan de bewustwording van Suriname. Een man die neergepend heeft zaken die daarvoor nog niet zo waren vastgesteld. Die meewerkte aan de bewustwording van de Surinamers. En zo herinnert men zich Anton de Kom. Wij kennen vooral het boek van Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. Dat is zeer bekend geworden. Laat mij daarvan toch zeggen, u weet, de eerste druk verscheen in 1934. En het werd toen verboden en weggestopt. Maar in de eind 60er, begin 70er jaren ontdekken een paar studenten uit Leiden het boek. Ze beginnen eerst met het te kopiëren, te stencelen. Er kwam een gestencelde uitgave. En in 1971 kwam pas weer de tweede druk. En dat is een bijzonder belangrijke legacy, zoals ik eerder zei, want daarvoor heeft men de geschiedenis van Suriname vooral geschreven aan de hand van gouverneurs. Breeveld stelt dat Ernie Brunings erop heeft aangedrongen dat de universiteit is vernoemd naar Anton de Kom. Volgens de politicoloog is er nog veel werk aan de winkel om de jongeren te leren wie Anton de Kom is en wat hij voor Suriname heeft betekend.